Station. Op het moment dat jullie dit zien, ben ik er tot mijn spijt niet bij. Je kunt dat onder in beeld zien. We zitten op dit moment voor Café Lambiek in Antwerpen. Ik wil een paar woorden wijden aan jullie 25-jarig jubileum. Ik hoop dat het doorheen komt met een eerste naast uit Antwerpen. Ik heb jullie een dik jaar geleden ontmoet. En we hebben dit afgelopen jaar een hoop plezier gehad samen. En ik hoop dat dat nog op zijn minst 25 jaar lang door kan gaan. We bieden jullie met z'n allen, onder andere namens Radio Winschoten, een flesje Herman Brood drank aan. Dat heb ik nou nog niet bij me. Maar op 15 oktober bij deze. En dan zou ik zeggen, tot slot, gelukkig ben ik als afwezige in goed gezelschap. En ik wil dan het woord geven aan onze kameraad en collega Ernst. Je weet wel. Goed, Richard, Roel, Johan, Aldo en Barry. Fantastisch. Ik heb het vandaag uitgerekend. Jullie zijn begonnen in 1979. Dat is een jaar wat ik denk waar erg veel beetjes zijn begonnen. Omdat we onze grote leermeester Herman Brood waren we toen al met z'n allen ongeveer een jaar aan het volgen. Een echte hele grote onder ons, die volgde hem al iets langer, maar landelijk was hij pak een beetje een jaar, anderhalf jaar bekend. 25 jaar zijn jullie al bezig en ik zweer je, ik kan er van meespreken, over meespreken. Het is onvoorstelbaar dat een rock'n'roll band überhaupt langer dan 10 jaar bestaat. En jullie doen het al 25 jaar. Misschien beseffen jullie het zelf niet, maar dat is een ongelofelijke prestatie. En ik hoop echt uit de grond van mijn hart dat jullie nog heel lang doorgaan. En dat jullie ook, maar ik heb gehoord dat er zoiets bestaat als noordelijke nuchterheid. En noordelijke nuchterheid betekent dat mensen uit het hoge noorden allemaal zoiets hebben van: we vinden het leuk om te doen en meer niet, maar ik heb geen noordelijke nuchterheid en ik ben eigenlijk best wel zakelijk ingesteld. En ik vind dat jullie echt keihard moeten knokken voor een grotere bekendheid dan jullie momenteel hebben. Want jullie kunnen het niet alleen bereiken, maar jullie verdienen het ook. En ik vind jullie hebben nu 25 jaar lang hebben jullie als een enorme, hechte, talentvolle vriendenclub de wereld van de rock'n'roll betreden. Bouw er nog eventjes 25 jaar achteraan en zorg ervoor dat jullie ook in heel Nederland en wellicht ook België een absolute vaste waarde krijgen. Jongens, ik zou zeggen, maak er wat van. Gaat een keer. Ja, en heel erg gefeliciteerd. We zien elkaar vlug. Groetjes. And keep on rocking in the free world. Keep on.